Meneer Wilders, meneer Sharp wil niet meer met ons praten. Ja, dat moet u echt met hem oplossen, want volgens mij praat ik wel met u. Die boete voor het bedrijf, had hij u dan wel? Richard, wat vind je daarvan dat James Sharp is opgestapt? Nee, ik ga er nu geen commentaar op geven. Dus, waarom niet? Nou, laat ik je één vraag stellen. Ben jij een mens? Ja. Ja, nou hoe denk je dan dat wij ons voelen? Kut. Heb je het antwoord op je vraag? Het is wel daadkrachtig wat hij doet. Ik heb heel veel respect voor de heer Sharp. Dus dat zeker. Dus. Verliezen niet alleen een Kamerlid, maar ook een vriend. Het is altijd pijnlijk voor iemand zelf en zijn omgeving wanneer je tot zo'n besluit moet komen. Je integriteit staat op het spel. Dan zijn er, ik denk zoals hij zelf ook zegt, hele en halve waarheden. Maar dat hij het besluit zelf neemt, geeft natuurlijk ook wel aan dat de uitdrukking er is niets aan het handje een beetje voorbarig was. Meneer Wilders, Sharp, die heeft het over de beeldvorming. Pornobaron, dat zou niet mogen. Wat vindt u daarvan? Jongens, mag ik alsjeblieft door... Ja, ik wil er eigenlijk niets over zeggen, maar het is natuurlijk jammer dat een positief iemand zonnetje in huis vertrekt. Maar ik respecteer zijn beslissing. Ja, ik vind het dapper, moedig. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Zeer daadkrachtig, hij wil alleen niet meer met ons praten. Niet meer? Dat kan ik geen, dat weet ik ook niet. Dat zul je nou moeten vragen. Vind je daarvan? Jij bent een van degenen waar ik altijd wel tegen praat. Dus, maar ik kan niet voor James spreken. Want hij zegt van de beeldvorming heeft een belangrijke rol gespeeld. Ook de term pornobaron. Moet een Tweede Kamerlid daar niet tegen bestand zijn? Zeker, een Kamerlid moet tegen alles bestand zijn. Ben ik helemaal met je eens. We zijn toch allemaal gewone mensen? Nou ja, daar is natuurlijk wel een verschil. Is er toch geen verschil tussen jou en mij? Nee, maar een Tweede Kamerlid, volksvertegenwoordiger, die staat in de schijnwerper. Ik vind het slachtofferschap wat ik bij sommige PVV'ers nu merk, vind ik niet passen. Men is heel stevig naar anderen in de samenleving die in opspraak komen. Ja, dan moet je niet raar staan te kijken als er ook een vergrootglas op jou wordt gelegd. Ik ga geen rechterstoel zitten, ik ga niet zeggen die of die zit fout. Maar het is wel zoveel dat inmiddels, ja, ik heb er bijna niks anders meer te doen hier. Ik zou willen dat we het over inderdaad de cultuurbezuiniging, het onderwijs en dat soort dingen hebben. Heel pas weer verpassen.